Athena is een crypto-project dat wel een beetje weggeeft van Luna en dus kan gaan exploderen. In deze video wil ik het graag hebben over Athena en of het natuurlijk nog interessant is om deze te kopen. Ja, stoppen, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. In deze video dus Athena. Athena is een cryptocurrency die ik een tijd terug in de community al heb gecalled op 83 dollar cent. Momenteel schiet Athena naar 1,30 dollar. Dus de mensen die de call volgt hebben, die hebben ontzettend veel winsten. Dus dat is in ieder geval heel erg mooi. Maar zit er nog meer in het vat voor Athena? Dat is wat ik in deze video even wil bespreken. We gaan even kort kijken naar wat het precies is. En natuurlijk een stukje technische analyse, een klein beetje nieuwsartikelen die aan bod komen. Dus vind je dit tof? Altijd over de nieuwste cryptocurrencies leren. Vind je crypto tof? Geld verdienen met crypto tof? Zorg dan even dat je geabonneerd bent op dit kanaal. We zitten inmiddels over de 80.000. De weg naar 90.000 is begonnen. Het zou vet zijn als je lid zou worden van de community. De video even een like wil geven, als je toffe video's vindt natuurlijk. En als je even een reactie zou willen plaatsen, als je alle drie die dingen doet, dan kun je 20 UCT winnen. Net zoals deze persoon. Mail jouw UCT TRC20 adres even naar marchandbusiness.com. En dan krijg je dit van mij opgestuurd. Daarnaast denk je, ik wil ook op Instagram al meer over crypto leren. Ik wil meer leren over Corné, gas, is best wel interessant. Dan kan dat natuurlijk ook, @CornéMarchand met het blauwe vinkje. Goed, laten we de content induiken en dat is natuurlijk beginnend met Athena. En wat je al direct ziet is eigenlijk heel simpel. Athena is een synthetic dollar, oftewel ze hebben een eigen stablecoin, USDE. Nou, je kan ook een yield vangen met dit hele project. Het is backed bij hele grote namen. Arthur Hayes, Binance Labs, OKX, Bybit, Deribit, Aave, Synthetix. Dus er zitten enorm veel grote backers achter dit project. En hij is ook echt met een klapper binnengekomen. Want je ziet dat Athena, als je even gaat kijken naar... waarom zie ik niet alle data? Juist. Als je even gaat kijken naar alle data, of dus naar al, je ziet dat hij is begonnen in net begin april. En nu op de 1,32 dollar per token staat en al een market cap heeft van 1,8 miljard. En daarmee dus een plek van 71 inneemt op de grootste cryptocurrencies ter wereld. En dat zijn natuurlijk heel veel. Er is één red flag en dat is natuurlijk de 10% supply. Maar er zitten heel veel tokens locked voor een langere periode. Dus daar hoef je in het begin nog niet zo heel veel zorgen over te gaan maken. Overigens heb ik het unlock schema niet gezien. Maar ik denk dat je vooral op korte termijn in deze boelmarkt hier leuke winsten mee kan maken. Meestal duren die schema's zo een aantal jaren. Denk ook aan bijvoorbeeld 4 jaar. Goed, ik heb even de vesting schedule opgezocht van Athena. En je ziet dat pas vanaf april 2025, dus als volgend jaar, dat de token unlocks pas gaan beginnen. En dit is met een vesting schedule. Dus langzamerhand worden de tokens gereleased. En je ziet dus in april, vervolgens in mei, juni, juli. Dus vanaf dan gaat elke maand een deel van de tokens die gaat gereleased worden. Dus vanaf dan heb je pas die unlock event. Wat je hier ook ziet, next unlock event is over 11 maanden en 24 dagen. Dus daar hoef je nu geen zorgen over te maken. Dan nogmaals, wat is Athena precies? Athena is een synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto native solution for money that is not reliant on traditional banking system infrastructure alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument, de internet bond. Ja, het is heel erg mooi. Ze willen dus gewoon een dollar hebben dat niet gekoppeld staat aan de bank, aan het banksysteem. Wat transparant is, wat schaalbaar is, wat veilig is. En waar dus geen censuur op zit. En dat is natuurlijk een hele mooie gedachte voor die dollar. En die dollar die aan het project ook vasthangt is dus USDE. Nou, we hebben een beetje zelf gehad met Luna en UST. We weten helaas hoe het is afgelopen. Maar daarvoor ging het natuurlijk ontzettend goed. En Athena heeft ook de kans om dit te gaan laten zien. Wat hier Athena ook zegt. Athena has looked up to the Frax team as some of the best builders in all of DeFi. And we are excited to work together in the coming months to grow the on-chain dollar economy. Ik denk dat er iets heel groots staat te gebeuren. Ja, je ziet dat Athena een grote market cap heeft van 1,8 miljard. Maar ik denk dat een coin als deze zelfs naar 10 miljard en meer kan gaan. Dus het zou vanaf huidig punt nog steeds een 10x zijn. Niks is natuurlijk financieel advies, maar ik denk dat hier de potentie er zit. Op het moment van opnemen ontploft hij. Ik wilde de video gaan maken op dit punt eigenlijk. Ik had alles opengezet en klaargezet. In de community heb ik deze een tijdje terug al gecalled op 83 dollar cent. Ben je nog geen lid, jongens? Dat kan. Je kan het een maandje proberen. Het link vind je in de beschrijving. Hier gecalled op 83 cent. En vervolgens hebben we de hele mooie stijging gehad. En zitten we momenteel vanaf die 83 dollar cent.
zitten momenteel op meer dan 50% stijging. En ik denk dat er nog veel meer in het vat zit. Ethena hangt momenteel rond zijn all-time high. Je ziet dat we er doorheen proberen te breken. De chart zelf ziet er interessant uit. We maakten die higher lows continu en die higher highs hebben we doorbroken. Uiteindelijk komen we terug in die uptrend. En het lijkt alsof we de resistance gaan breken en vervolgens klaar zijn om in ieder geval naar die 1.50 te gaan. En vanuit daar natuurlijk nog een stuk verder omhoog. Verder, Frax Finance duikt in DeFi liquiditeit met 250 miljoen aan USDE toewijzing. Dus het protocol is al aan het lopen. Het voorstel zou volgens Ethena Labs kunnen leiden tot een van de grootste liquiditeitspools in DeFi. En dat gaat dus over het Ethena. Vanaf gisteren is Frax begonnen met het toevoegen van USDE Pool, dat een van de diepste pools van dollar liquiditeit op de keten zou creëren en Frax in staat zou stellen hun bron van achterstallige rente te diversifiëren. Daarnaast heeft het Bitcoin toegevoegd als backing voor USDE, wat ook groot is voor dit protocol zelf. Mijn vraag is, zit jij in Ethena? Ja of nee? Vind je het een interessant project? Laat me even weten in de comments. Als je het een tof video vond, like hem even, deel hem even met vrienden en familie en hopelijk zie ik je terug in de volgende. Adios. Thank you.